Wat dacht je van een lasagne met vis om eens af te wisselen? Dit recept maak je met zalm, broccoli en een smeuïge saus met parmezaan en ricotta. Ligt alles klaar in de ovenschaal? Dan hoef je de schaal alleen nog in de oven te schuiven. We beginnen met de portie zalm. Eerst breng je de visbouillon aan de kook. Als de bouillon kookt, dan kan je de diepgevroren vis toevoegen. Zet het vuur meteen uit, zet een deksel op de pan en laat zo 8 minuten staan. Ziezo, nu mag je de vis uit de bouillon halen. Het kookvocht bewaar je voor de saus. Daarna trek je de gekookte zalm uit elkaar met een vork. Tijd voor de broccoli. Als je de roosjes mooi groen wil houden, dan kook je ze het best zonder deksel in lichtgezouten water. Als ze gaar zijn, giet je ze af en spoel je ze onder koud water. Voor de broccolimoes mix je gewoon de helft van de broccoliroosjes met de melk. Kruid de moes daarna met peper en zout. Volgende stap, de kaassaus. Na enkele minuten op het vuur begint de boter bloemmengeling goudbruin te kleuren. Dat is het signaal om beetje bij beetje de visbouillon toe te voegen. Klop goed met de klopper om brokjes te vermijden. Als de saus begint in te dikken, voeg dan de ricotta, het citroensap en de geraspte parmezaan toe. Nog wat peper, zout en vers geraspte nootmuskaat voor meer smaak en we zijn klaar. Ziezo, alle ingrediënten zijn klaar. Nu kan je beginnen aan de lasagne. Bedek de bodem van de ovenschaal eerst met wat kaassaus, maar hou wel nog wat saus over. Leg er 3 lasagnevellen op en voeg wat broccolimoes, zalm en broccoliroosjes toe. Herhaal de laagjes tot alle ingrediënten op zijn. Leg er dan de schijfjes mozzarella op. Bedek een laatste keer met de kaassaus en werk af met de rest van de geraspte parmezaan. De laatste stap is de oven. Zet de lasagne ongeveer 35 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden. Tip: bedek de schotel de laatste 15 minuten met aluminiumfolie om te vermijden dat de korst te bruin wordt. Smakelijk! Bij deze lasagne met zalm past een fruitige witte wijn, zeker als u hem koel serveert. Deze Verdicchio dei Castelli di Jesi is een uitstekende keuze. Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.